Amerika zelf, het Hof is wat sneer heeft gegeven naar de officier van Justitie, dat ze geen gronden hebben aangegeven waarom geen meteen, onmiddellijke gevangenen. Ja, precies. Ja, dus het Hof heeft inderdaad vastgesteld, en dat is correct, dat het Openbaar Ministerie wel de gevangenneming heeft gelast, of als verzocht dat de gevangenneming wordt gelast, maar dat ze dat niet gemotiveerd hebben. En het Hof zegt, nou, één, je hebt het niet gemotiveerd, maar nog belangrijker is dat het Hof zegt, het is niet nodig. Dat is de essentie. De essentie is, het is niet nodig, want elk vonnis dat een eindvonnis is, daarmee in kracht van gewijsde is, dus uitvoerbaar bij voorraad, dat vonnis, elk vonnis van die aard, moet worden uitgevoerd door het OM. Dat heeft de rechter gezegd en dat klopt helemaal. Dat staat in de wet. We verwachten ook dat dat zou gebeuren. In een normale proces zou eigenlijk de veroordeelde in die zou worden opgeroepen om zich aan te melden bij de politie. Is er ook gekeken naar, heeft men ook naar gedacht als hij zich niet zal aanmelden? Die vraag nogmaals moet u aan het OM stellen. Wij als advocaten gaan niet over het opsluiten. En de vraag hoe dat gaat gebeuren, wanneer dat gaat gebeuren, de vragen die alleen het OM kan beantwoorden.